op karpen vissen. Heb hier nu een paar dagen ook gevoerd op de plek. Dus we kijken hoe dat uitpakt in plaats van instant karpen vissen. De hengels liggen uit. Korf. Nu nog met mais, maar die gaan we straks overzetten op een boilie. En op de andere hengel, karperhengel, hebben we een snowman zitten. Met een half pop-up erbovenop. Tijgernat. Nou, we hopen dat, dat gaat werken vandaag. We gaan het beleven. Zodra we wat gevangen hebben, dan laten we het weer zien. Nou, geen tijd. Nee, hij zit er nog aan. Is dat normaal? Het kunnen nog veel groter worden dan dit. Echt? Ja. Het is ook al eens zo groot gevangen eerder. Ja, groter zelfs. Ah. Dit is niet normaal, hè? Deze is een goede 5 kilo redt hij wel. Oh. Ga je die ook eten? Sommige mensen eten ze. Ja. Nee, ik vang ze voor de sport en hierna gaat hij weer lekker zwemmen. Oh, je hebt gelijk. Wel een foto te maken, zeker. Ja, film. Kom meiden, gaan we weer. Het is 5-6 kilo. Prachtig exemplaar. Top te voorvoeren tot zover werkt. Echt plaatje. We gaan hem weer lekker laten zwemmen. Puntje gaat. Karpen.
Weer een mooitje. Nou, het zou zijn 3 kilo ongeveer. Gewoon helemaal puntgaaf. Echt een mooie polderschub. Laag, lang. Dus gaan we weer mooi terugzitten. Hey. Toppertje, tweede voor vandaag. Hopen dat we er nog een paar gaan vangen. Voorvoeren werkt echt. Helemaal gaaf. Zelfs voor een mooie dagsessie werkt voorvoeren de avond ervoor ook. Niet te veel, denk ik. Ik heb gisteren ongeveer een kilo, even iets meer dan een kilo, gesoikte boilies. Met Scopex dip uitgestrooid en wat mais ook ermee ingesookt. En tot op heden in een uur tijd hebben we nou toch al 2 leuke karpers. Nou, en de sessie is nog niet ten einde, dus verwacht nog meer. Voor de feeder systeem wat ik gebruik is gewoon een korf met een stalen afhoudertje, zodat hij mooi op de grond blijft liggen en niet gaat zweven. Met een kraaltje en een stoppertje. En aan de onderzijde heb ik ook een stoppertje tegen het beschermen van de knoop. Daarbij heb ik gewoon een warteltje zitten, onderlijn met mais en een speedstopper heb ik erop zitten. Nou, haakje. Dit is 8. Haakje 8 erop. Nou ja, en wat grondvoer. Nou, je ziet wat het effect is. Dus wil je dit ook proberen? Echt super gaaf. Vooral bij die kleine karpertjes op een winkelpikker met een voerkorfie. Echt, de drill is magnifiek. Rustig aan en die hele hengel staat helemaal mooi krom. Echt top om te doen. En een hele andere manier van vissen als met een karperhengel met een gewoon richt eraan. Dit is echt ontzettend leuk om te doen. Dus wil je het ook proberen? Nou, je weet nou hoe je hem in elkaar moet zetten. Op voor de volgende. Nou, toen net bezoek gehad van een hele lading kinderen in opblaaskano's en op peddelend op surfplanken. Dus de stek is wel wat verstoord. Maar ja, hoop dat het geen invloed heeft. We gaan het zien wat er komen gaat. Dus we wachten rustig af. Er is al wat kleine aanbeten. Op dit moment op de feeder staat het ook weer wat heen en weer. Dus er zit wel wat vis, wel weer vis bij. Ik denk dat het brasem is of kleine vis die aan de mais loopt te trekken. Maar dat toch niet in zijn, in zijn mond krijgt. Want daar is het veel te groot voor. Het is bedoeld om karpers mee te vangen. En geen kleine vis. Hooguit dat de brasem het kan opvreten. Maar ja, die bijvangst die kennen elke karpervisser wel. Zitten we niet op te wachten, maar ja, het is een blijf vis als we ze vangen. En het is en blijft leuk. Nou, hopelijk tot straks weer. Ja, los. GoPro. Ik ben niet van zin in.
Er zal altijd wel weer bijvangst zijn. Maar het blijft toch altijd leuk. Goed, de actie is wat minder. Maar het blijft een mooie vis om te vangen. Beetje slijmerig. Dan valt deze wel weer mee. Bijtijd is net geweest. Dus zet hem weer terug. Laat hem weer zwemmen. Op de hoop dat er weer karper komt. Brazen. Nou, weer een lappie. Het is wat het is. Hopen dat we nog karpertje wil komen. Het is wat rustig. Dus, nou, vissessie komt een einde. Voor de zoveelste keer wordt de stek weer verstoord. Dus het heeft geen nut meer om door te vissen. Het is al een periode stil. Ondanks alles een mooie vissessie gehad. Twee mooie karpers gevangen. Twee brasems er nog bij. Dus helemaal top. Wil je meer van filmpjes zien? Abonneer dan. Kost niks. En geef ons even een duimpje omhoog. Voor de moeite. Het wordt erg gewaardeerd. En nou, tot de volgende keer weer. Hey, bedankt voor het kijken. En zie je later.